Alo? 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 Benim. My God, Lena, Rex, kom binnen, Mike, kom binnen. Wees gezeten, Mike, wees gezeten. Dag, Mike. Sinterklaas, u had mij bijgeroepen? Ja, natuurlijk. Mike, de Sint zit met een ongelooflijk groot probleem. Ik heb te weinig. Pieten, het zit zo, Marke. Mijn oude pieten hakken één voor één af. Ze worden te oud. Ze kunnen niet meer mee met de nieuwe technologie, met het online Sinterklaas shoppen. Of ze hebben het probleem van corona een andere job gezocht. Kortom, het wordt voor sommige pieten te zwaar. Daarom, Marke, ben ik op zoek naar nieuwe pieten. Ja, Sinterklaas, ja, onmiddellijk. Oh, dat is mijn kinderdroom. Ja, maar ik ben ook heel goed. Ik kan ontzettend mooi zingen, wacht, hè. Si vienes con tu stoombot uit Spanje weer aan. En ik ben heel leerig. Kijk, maar ja, ik ben een beetje stretchen, maar dat komt allemaal wel goed. En Sinterklaas, ik kan ook heel goed dansen. En ik ben heel goed in overtaken. Ik kan heel goed een evenwicht houden. Wacht, hè. Ik had eigenlijk gedacht, Mike, aan de kinderen van de academie Mini. Zouden daar geen ideale pieten bij zitten? Ja, Sinterklaas, ik denk het wel. Toch wel, ja. En daarom, Mike, had ik het idee opgevat om op 28 november een auditie te organiseren van de Mini-academie. Een auditie voor nieuwe pieten. Wat denk je daarvan? Ja, dat is... Maar dat is een briljant idee! Dat is een briljant idee! Dat is een geniaal idee! Geniaal. Dat is een briljant idee, Mike! Briljant! Dus, Mike, onthoud, zondag 28 november, auditie voor nieuwe pieten voor de Sint, voor de Academie Mini. Oké, Sinterklaas, ik zal dat in orde maken. Fantastisch. Dat komt helemaal goed. En mocht hij toch ook nog op zoek zijn naar een oudere hulpje, dan nemen wij op. Dus jongens en meisjes, zondag 28 november voor de kinderen van de Academie Mini auditie voor nieuwe Piet. Jij komt er ook.